Telstar Vrouwen hervat pas zaterdag de Benelink. Vrijdag, zaterdag. Nou in. Priscilla de Vos wil gewoon lekker voetballen. Ja, we hebben er allemaal weer zin in. En laat de competitie maar lekker beginnen. Wat heb je gehad aan die twee oefenwedstrijden? Wat heb ik eraan gehad? Ja, als team zijn gewoon konden we lekker weer samen spelen. En eigenlijk weer elkaar laten zien hoe goed we eigenlijk kunnen voetballen. Hebben we in heel veel wedstrijden wel gemist, zeg maar, niet laten zien. En dat hebben we nu wel weer. Ja, je moet wel tegen jongens snel handelen. 1-2'tjes, waar ik heel erg van hou. Dus ja, dat. Op naar de tweede seizoenshelft. Voor de winterstop, middenmoot, stonden jullie. Nu ga je de tweede seizoenshelft in. Hebben jullie al nagedacht over een doelstelling voor de komende wedstrijden? Nagedacht misschien wel allemaal, maar niet echt uitgesproken. Ja, we hadden wel aan het begin natuurlijk gezegd, we willen gewoon maar zo hoog mogelijk. Dus bij de top 4. Dus daar gaan we ook voor. Wat is er nog mogelijk dan, denk je, in het tweede seizoen zelf? Top 4, is dat reëel? Ja. Ja, want? Want we zijn een goed team. We kunnen goed voetballen. En we moeten alleen op de competitieavond ook laten zien. Zaterdag spelen jullie tegen Brugge. Hè? Je hebt er al een keer tegen gespeeld natuurlijk. Wat weet je nog van die wedstrijd? Ik weet nog van die wedstrijd dat we achterkwamen. Dat ik slecht speelde. Dat ik werd gewisseld ook. Dat ik toen nog op middenveld stond. En dat het vooral was zij heel erg inzakken. En wij moesten het spel maken en beuken en gaan. En nu speel je natuurlijk weer tegen Brugge. Wat verwacht je? Nou, ik verwacht dat ik nu gewoon weer in de spits sta. En ja, datzelfde wet. Dus zij gaan weer inzakken, beuken, dus hard werken. Wij moeten het spel maken en dat gaan we ook maken. Doel 3 punten, altijd. Sowieso.